Voor de derde keer in 4 dagen de Europacup finale Neptunus tegen Bologna. Kenny van der Branden mag gooien namens de Rotterdammers omdat zij zaterdagavond wonnen. Na de nederlaag van donderdag in Bologna wordt het hier 3-2 voor Neptunus door een fout van Vaglio, de tweede honkman, en het winnende punt van Irving Kemp. Blijdschap dus in het Rotterdamse kamp, want de zaterdag is overleefd. Onder toeziend oog van onder meer 100 supporters uit Italië begint Bologna op zondag goed aan de wedstrijd. Infante, de korte stop met een honkslag. Als eerste slagman van de wedstrijd en van de Branden dan direct onder druk. Infante probeert dan een tweede honk te stelen, maar daar is de Neptunus verdediging dan net iets te sterk voor. Hij gaat uit. En de Rotterdammers en Van der Branden komen goed uit de eerste helft van de eerste inning. Ricardo de Santis is de startende werper namens Bologna. Dit is Benjamin Dille. Krijgt de bal het binnenveld niet uit, maar komt wel op het eerste honk. Legito, de ervaren Rai Legito. Ook hij met de bal in het binnenveld, maar ook hij een honkslag 1 en 2 bezet. Dan is er 4 wijd voor Janison Boekhout. De honken staan dus vol. En aan slag Stijn van der Meer. Raakt de bal niet geweldig, de korte stop van Neptunus. Maar niemand maalt daarom, want Dille en Legito komen over de thuisplaat. En Neptunus pakt dan de 2-0 voorsprong in die derde en beslissende Europacup finale. De derde inning. Claudio Livergiani. Bal wordt de dubbel ingeslagen. Maar Grimaldi, Alessandro Grimaldi, kan scoren. En Bologna doet dus iets terug. Het wordt 2-1. De vierde inning. 3 honken vol, 2 man uit. Dit is Dwayne Kemp. Slaat een honkslag. Christian Diaz en Stijn van der Meer. Die zou worden uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van de Europacup finale. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 4-1 voor Neptunus. De Belg, Benjamin Dille, tweede honkman van Neptunus, al jarenlang een honkslag. Shadi Mardanchi over de thuisplaat, 5-1. En Dwayne Kemp op het derde honk en Dille zelf naar het tweede honk. 2-3 dus bezet. De druk blijft op de Italianen. En de Rotterdamse voorsprong wordt groter en groter. Rai Legito. De bal goed van zijn houten knuppel. De buitenvelders kunnen er niet bij. Een 2-honkslag. En punten van Kemp en Dille. En de ploeg van coach Evert-Jan het Hoen loopt uit naar een riante 7-1 voorsprong. De Italianen komen dan terug tot 7-3. Maar met 2 man uit in de 9e inning, Berry van Driel op de heuvel, is dit de laatste 0 van de wedstrijd. Neptunus wint voor de 8e keer de belangrijkste Europese hoofdprijs. Ja, heel mooi. Dat is iets waar we toch al een paar jaar van dromen. En dat we eigenlijk een paar landstitels, denk eentje, willen inruilen voor die beker. Nu dat we hem hebben, gaan we ook voor die landstitel weer. En dat is de nieuwe focus. Een iets grotere bierdouche nu, dat hoort er dan ook bij. Ja, ja, zo. Poef. Koud is dat volgens mij. Ja, die is koud. Maar ja, fantastisch.